Hey jij daar, superleuk dat je luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. En vandaag gaan we het helemaal anders doen. Ik heb helemaal niks voorbereid, want de gast is vandaag Charlotte Cederel, als ik het goed uitspreek. Ja. Wij gaan samen met elkaar in gesprek, waar ik dus leef van fruit en planten, eet Charlotte voornamelijk dierlijk. En we gaan gewoon met elkaar in gesprek van, oké, wat kunnen we van elkaar leren? Maar vooral ook, ja, waar verschillen we in en waarom verschillen we daarin? En wat kun jij daar weer van leren? Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga dus nu ook het woord overgeven, achteroverleunen en vertellen waarom ik doe wat ik doe. Ja, fijn. Dankjewel. Janneke, kun je mij uitleggen hoe jij eet? Want daar gaan we het vandaag over hebben. En ook hoe je daarbij uit bent gekomen. Ja, nou dat is een brede vraag, maar laat ik maar beginnen. Dat begon al heel jong. Ik zat op een gegeven moment in de klas bij juf Maartje. En juf Maartje die was vegetariër. Nou, en dat vond ik eigenlijk een beetje raar en ook opvallend. Dus ik ging haar daar vragen over stellen van, nou ja, waarom eet je dat dan niet en zo. En toen ging zij vertellen van, ja, ik vind het een beetje gek, Janneke, dat wij heel goed voor een hond zorgen, maar een even intelligent varken, dat we dat gewoon opeten. En dat hakte er bij mij in als een bom. Dat klonk voor mij echt als waarheid. Van, oh ja, wat gek dat we dat doen. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders van, nou ja, ik wil dus geen dieren meer eten. Want we gaan ook niet onze hond opeten, toch? En hoe oud was je toen? Toen was ik, ja, een jaar of 6, 7 of zo. Ja. Nou, en mijn ouders die hadden zoiets van, nou ja, hè, nou, daar zit wel wat in. Maar wij hebben ook de overtuiging dat het voor optimale gezondheid en voor jouw groei belangrijk is dat je dierlijke producten eet. Dus je hoeft echt niet veel te eten, maar wel iedere dag een beetje. Mm-hmm. Nou, en ik heb 3 dagen mijn poot stijf gehouden. En toen sneed mijn moeder het vlees en alles gewoon in kleine stukjes. En dan husselde ze het overal weer doorheen. En ja, ik was een hongerig kind en ik vond alles wat mijn moeder maakte altijd ontzettend lekker. Dus ja, ik had het gewoon allemaal weer op. En toen is dat wel een beetje verwaterd. En toen op mijn 15e, toen had ik altijd heel erg honger. Mm-hmm. Dus dan kon ik een brood opgegeten hebben met een halve pot pindakaas. En dan wist ik van, nou, qua calorieën zou ik nu bijna genoeg hebben gegeten voor een week. Ja. Maar toch heb ik nog dat knagende gevoel van, er mist iets, ik heb nog zin in wat. En dan, en daar werd ik zo helemaal scheidziek van. Dan had ik weer behoefte aan zoet en dan weer zout en dan weer zoet en dan nog meer. En dan zat ik toch wel vol, maar toch alsof ik, ja, ik snap het. Heel vervelend. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ja, ja. Okay. Ik vond het zo vervelend en dat was in de tijd dat de zoekmachines opkwamen. Nu klinkt het net alsof ik 180 ben, maar ik ben net 36 geworden. En dat was net toen het internet opkwam. En toen moest je ook nog inbellen met de telefoon van mijn ouders destijds. Dus die waren dan 2, 3 uur niet bereikbaar. En toen heb ik letterlijk gewoon op internet ingetypt in een zoekmachine, altijd honger. Ja, en dan ga je een beetje de rabbit hole in. En zo ben ik. En ik kwam al heel snel. Hè, vandaag de dag heb je mooie websites met mooie plaatjes. En je wordt daar helemaal doorheen geleid. Maar back in the days waren dat gewoon lappen tekst en onderzoeken die gewoon. Het waren alleen maar letters op je scherm. En gelukkig kan ik heel snel lezen en ook begrijpend lezen. En ik ben daar gewoon ingedoken. En toen kwam ik er al heel snel achter. Dat was waar ik op stuitte. Dat ons al nu, ja, dat is nu zo'n 110 jaar, wijs wordt gemaakt dat het natuurlijk, normaal en zelfs noodzakelijk is om dierlijke producten te eten. Maar ik vond dat het tegenovergestelde waar is. Mm-hmm. Dat ontdekte ik. Toen dacht ik, hoe ontdekte je dat? Doordat er al heel snel door onderzoekers opviel dat zodra mensen afstappen van fruit en planten onbewerkt en ze meer bewerkt en dierlijk gaan eten, dat ze sneller ziek worden, dik worden en dat soort dingen. Nou ja, en dat was natuurlijk dat sloot natuurlijk perfect aan bij mijn behoefte naar meer ethisch te eten. Mm-hmm. En toen dacht ik, wow, dus ik heb jullie altijd gegeten vanuit de gedachte dat dat, ja, natuurlijk normaal en zelfs noodzakelijk was. Maar hier lees ik gewoon dat het de kans op ziekte zelfs vergroot. Nou, en toen heb ik ook letterlijk tegen mijn ouders gezegd van,
dit visvoer, dat vreet ik niet meer. En ja. Nooit meer. En toen ben ik dus per direct gestopt met vlees. Ja. Heb ik later, ben ik daar wel weer een keer op teruggekomen. Ja. Want ik had echt niemand als voorbeeld. Mm-hmm. En toen dacht ik, echt niemand doet dit. Ik ken geen Olympisch kampioen die dit doet. Okay. Dus moet ik dan misschien toch weer... En toen heb ik dus nog een jaartje weer geprobeerd vlees te eten. Maar dat ging niet, omdat... Ja, ik... En ik ben ook heel nieuwsgierig hoe jij ernaar kijkt. Maar ik heb dan heel erg sterk het gevoel dat dat dier een rot leven moet hebben. En eigenlijk uit zijn natuurlijke habitat wordt gerukt. En dan eigenlijk voor mij... smaak en dan sportbehoeftes of zogenaamd spierherstel moet sterven. En dat, ja, ik vind dat drukt op mij. Ja. Ik vind dat lastig. Ja. Ik draag soms wel eens wollen kleding en dat vind ik eigenlijk al een... dan denk ik, ik vind het fijn om te dragen. En het is echt de lekkerste stof die ik op mijn huid heb graag. Maar het idee dat ik dat afgepakt heb van een dier, dat ik zijn jasje... Wol? Ja. Want het is heel... Het is, ja, tenminste, wij hebben vroeger altijd schapen gehad. Het is heel fijn voor zo'n schaap als die ook wordt geschoren. En ik vraag me dat af. Want als die dat zo fijn had gevonden, dan had hij toch zelfs zijn jasje wel uitgedaan. Okay. Dus ja, ik heb dan... In mijn beleving is het dan, ik pak iets af. Ik gebruik jou voor mijn... Voor mijn comfort, of mijn plezier, of mijn smaak, of mijn traditie. En dat... Ja, ik vind dat vervelend. Ja. Dan denk ik, want ik weet ook dat het niet nodig is. Ik kan namelijk ook van bamboe of katoen dragen of linnen dragen. Ja. En dan heb ik net zoveel draagcomfort. Nou, ik vind het wel echt heel fijn, maar dan heb ik bijna net zoveel draagcomfort. En hetzelfde is, vind ik dat gelden met voeding. Ik heb op een gegeven moment helemaal mijn missie ervan gemaakt van... Oké, wat is nou echt het dieet waar onze anatomie voor is ontworpen? Ja. Dus onze handen, onze tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte, de structuur van onze darmen. Waar zijn wij nou echt helemaal voor ontworpen? En, en toen kwam ik tot de ontdekking dat wij echte fruiteters zijn. Dat wij we houden ook heel erg van zoet. De meeste mensen houden van zoet, we houden van kleurtjes. Wat ik ook altijd leuk vind, is dat er zijn altijd wel fruitsoorten waar mensen enthousiast van worden. Mm-hmm. En dat vind ik ook zo leuk. En wat ik ook een hele opvallende, wat ik iedere keer terug zie komen, dat vind ik zo opvallend. Dat wij gingen vroeger bijvoorbeeld wel eens met z'n allen met de boot weg. En dan zaten we met z'n allen op een schip. Ik ben geboren in Friesland en wij gingen dan altijd bij het scootjeszielen kijken. Mm-hmm. Misschien ken je het. Ja. En mijn vader die wilde dan wel eens stoer doen. En dan gingen we de eendjes wat brood geven. En dan in een handomdraai pakte mijn vader zo een eend uit het water. En dan hield hij alleen al die eend gewoon vast. Ja. En dan iedereen aan boord, ongeacht hun dieet, zei dan... Simon, stop daarmee. Niet, doe dat niet. Doe niet zo hard knijpen. Zet die eend terug. Hou daarmee op. En dan dacht ik altijd, wat is dat toch opvallend dat wij... En stel je voor, hij kneep hem iets te hard of zo. En hij deed dan even... Dan zei iedereen... En dan draaien we zo intuïtief weg. Yeah. En dat stel je voor, ik zou hier ook een konijntje naar voren halen. En ik ga dat konijntje gewoon aaien. Dan is iedereen oké. Okay. Maar stel je voor, ik zou zeggen... Ik draai nu even zijn nekje om. Ik ga hem vanavond opeten. De grootste, zwaarste, sterkste, stoerste mannen... Die deinzen dan intuïtief al even terug. Zo van... Wow, en dat laat mij zien, en dat zie ik ook heel erg terug in de onderzoeken, dat volgens mij zijn wij een hele liefdevolle, spirituele, zachte, vriendelijke diersoort eigenlijk, in de kern. Wauw, ja. En wij zijn tot vreselijke dingen in staat, echt, als je dat ego maar genoeg ruimte geeft, dan kunnen wij echt ons vreselijk gedragen en vreselijke dingen doen. Maar volgens mij zijn wij in de kern echt een hele... En ik zie ook dat heel veel gewelddadig en vreselijk gedrag... komt niet eens vanuit agressie... maar komt ook heel vaak vanuit de intentie goed te willen doen.
En dus, daarom zeg ik ook heel vaak, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Mm-hmm. Dus die boeren, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar mijn eigen familie, ik kom ook uit een boerenfamilie, dan, die begonnen met 5, 6, 7 koeien. Maar dan de kracht van de situatie forceert eigenlijk een beetje dat ze naar 100 koeien moeten. Ja. En dat ze het contact met die koe en het kalfje en het hele gebeuren ook een beetje verliezen. En dat is niet vanuit kwaadaardigheid, maar dat is omdat er een kracht, een marktwerking gaande is. En daar gaan ze dan in mee. Tuurlijk. Ja, ik snap wat je zegt. En dat is hetzelfde met de bio-industrie. Ja. Die boeren die zijn ook geen voorstander van 1000 varkens in een stal. Maar dat, die kracht van de situatie, de marktwerking, de vraag, het feit dat wij steeds meer dierlijk willen eten voor een hele goedkope prijs. Ja, dat dwingt ze dan ook een beetje om daar naartoe te gaan. Ja. En zijn het kwaadaardige mensen? Ik denk het niet. Maar vanuit het idee goed te doen en vanuit het idee wij zijn de boeren en wij zorgen voor jullie eten. Mm-hmm. Ja, zijn ze in mijn beleving wel tot hele vreselijke dingen in staat. Ja. En dat is het massaal ophokken van dieren en ze om na 3 maanden naar de slag brengen. Ja. Ja. Dus zo is het een beetje. Ja. Oké, je hebt heel veel dingen gezegd waar ik allemaal vragen over heb. Ja, leuk. Zal ik meeschrijven dat je ze even kunt droppen? Oké. Ja, een stukje gezondheid ben ik benieuwd naar. Ja. Als je het al hebt gehad over altijd honger. Oké, hoe is dat dan nu als je juist alleen maar plantaardig eet? Ja. Ik kan me helemaal inleven in dat geen enkele boer kwade bedoelingen heeft. Maar ik vraag me wel af of het helemaal weghalen daarvan dan beter is voor de planeet, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, ja. Ik vraag me af wat volgens jou dan de impact is op het milieu en op dieren van plantaardig eten. Ja, leuk. En ook als je het hebt over dat de mens in de basis zacht en goed is, maar door onze ego-patronen we eigenlijk ook misschien verkeerde dingen gaan doen. Ja, en dan wordt het natuurlijk, dan is het wel weer het ego wat beslist wat dan goed en fout is. En ik weet niet of het ego daar tot toe in staat is. Dat vraag ik me namelijk af. Ja. En is er überhaupt goed of fout hierop en de wereld? Als je het hebt over een dier die dan wordt gedood voor jouw welzijn. Ik heb daar heel lang moeite mee gehad. Ik ben 20 jaar vegetarisch geweest. Ja. Alleen ook vanuit deze beweegredenen, echt milieu en dierenwelzijn vooral. En totdat ik me ging realiseren, oh maar wacht, misschien ben ik onderdeel van die kringloop. En is het normaal dat een leeuw een hyena eet? En ook het stukje over dat konijn, wat zeg maar, als jij hier een konijn omdraait, dat mensen dat heel lastig vinden. Maar als je hem eet, dat we dat prima vinden. Daar wil ik ook nog graag even op ingaan. Dus daar heb ik dingen over. Nou, waar gaan we beginnen? Ik wil wel graag beginnen bij het konijn. Daar wil ik even iets over vragen. Ja, leuk. Dat je zegt dat we in de basis eigenlijk zachtaardig zijn. En dat we intuïtief wegdraaien als we iets zien, als we zien dat een dier wordt doodgeknuppeld of whatever. Mm-hmm. Ik weet niet of dat intuïtief is. Ik denk dat wij ons contact met leed, dus dingen die pijnlijk zijn, wat zijn kwijtraakt. Dat willen we niet. We willen graag alleen maar zacht en liefde en unicorns en dood, wat onderdeel is van het leven. En pijn, wat onderdeel is van het leven. Ziekte, wat onderdeel is van het leven. Het ene dier wat het andere dier opeet. Koeien die grazen, kunnen we ook iets van vinden. Want weet je wel, waarom heeft een grasspriet minder bewustzijn dan een dier bijvoorbeeld? Dat vinden we lastiger, weet je wel. En het liefst zien we dat niet. En ik denk eerder dat dat de pijn is die mensen voelen als een konijn wordt omgedraaid voor hun neus. Of als jouw vader een eentje vasthoudt en dat vinden ze zielig. Dan dat dat te maken heeft met een soort biologisch, natuurlijk of spiritueel goedheid van de mens. Ja, leuk. Nou, je hebt me al heel veel ja zien knikken. Want ik ben het wat dat betreft voor een heel groot deel met je eens. Heel veel mensen gaan andere mensen ook troosten. Niet omdat ze die ander nou zo per se willen troosten, maar omdat die pijn van de ander connect met hun eigen pijn. En dat is heel vervelend.
Dus door die ander maar lekker te troosten, zeg maar, en het allemaal lekker aan de oppervlakte en veilig en peace and harmony te houden, worden je eigen wondjes ook niet opengekrapt. Mm-hmm. En dan lijkt het allemaal helemaal met je eens. Dus dat we tegenwoordig zo ongelooflijk bang zijn voor de dood, dat we vergeten te leven. Omdat we, en ik denk altijd, we hebben weinig zekerheid in het leven, maar dat je doodgaat, dat is nou lekker zeker. Dus doe daar niet zo spastisch over. Mm-hmm. Die dood, die geeft juist zo'n mooie finishlijn, waardoor je een noodzaak hebt om je bed uit te komen, omdat je noodzaak hebt om echt te doen wat je belangrijk vindt. Hè? Stel je voor, we zouden niet doodgaan, dan zou het er niet toe doen of we nou nu hier zitten of over 100 jaar. En het zou het heel zinloos maken. Ja. Dus die dood, die geeft het leven zin. Dus, en ziek zijn, dat hoort daar inderdaad ook gewoon bij. Dus in dat opzicht ben ik het helemaal met je eens. Alleen wat ik zo leuk vind, is dat je vandaag de dag een keuze hebt. Mm-hmm. En dan vind ik het leuk om met mijn ik win ook veel prijzen bijvoorbeeld met fietsen en roeien. Dan vind ik het altijd op een of andere manier toch een prettig gevoel dat mijn winst niet ten koste heeft hoeven gaan van iets of iemand anders. Oké. Okay. Dus jij wil je niet schuldig maken? Nou, dat is onmogelijk. Als volwassen mens is het onmogelijk. Je neemt ruimte in. Je neemt ruimte in. Je neemt ruimte in. En dat mag ook. Daar geloof ik ook heel erg in. Je mag je ruimte innemen. En je moet ook op een bepaalde manier schuld op je weten te dragen. Want dat is eigenlijk het bestaansrecht van een relatie. Mm-hmm. Dus door mij eigenlijk een beetje schuldig te maken door jou hierheen te laten komen. Mm-hmm. En dat ook te dragen en te uit te zitten eigenlijk. Ja. Kun jij mij ook weer wat teruggeven? En zo ontstaat een relatie. Als ik die kan ontvangen, kun jij niet geven. Dus onze relatie, een relatie bestaat per definitie door te kunnen ontvangen en geven. Ja. Dat dus is. Ik snap, daarom stel ik jou de vraag. Want je plek innemen binnen, laat ik nog maar even zo, wat zijn het voedselsysteem? En je plek als mens daarin claimen, innemen. De schuld die het oplevert, dragen. Namelijk dieren sterven voor jou. Dat is dus iets lastigs voor je, als ik het zo mag interpreteren. Dat is in zekere zin lastig, omdat ik denk dat het onnodig is. Oké. Okay. Dus want ik eet nu al bijna 12 jaar helemaal veganistisch. Ja. Dus ik ben nu aan mezelf ook het bewijs dat het niet nodig is. Ja. En dat ik niet alleen gezond kan zijn. Hè? Dus ik ben niet aan het overleven, ik ben niet aan het leven, nee. Ik kan zelfs geven. Ik heb zoveel energie, zoveel geluk, zoveel gezondheid, dat het over de randen klotst en dat ik anderen daar ook weer mee kan helpen. Ja. En dat vind ik fantastisch. En dan, maar dat betekent, hè, dus op dat front probeer ik zo min mogelijk onnodig leed te veroorzaken. Mm-hmm. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat als volwassen mens, ik rij in een auto. Ik woon in een te groot huis. Dus op dat, voor mijn sport maak ik ook vliegreisjes. Ja, dat, op dat front neem ik wel gewoon mijn ruimte in. Maar op het gebied van eten vind ik het leuk dat ik daar zo min mogelijk ruimte in neem. Okay. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Gaan we even door op het stukje dat het niet nodig is. Ja. Als ik kijk naar mijn eigen verhaal, ik ben 20 jaar vegetarisch geweest, groot gedeelte ervan ook veganistisch. En ik zet even deze dichterbij. Ja, sinds ik 1,5 jaar geleden ben begonnen met vlees eten, dat was echt een soort natuurlijk verlangen wat in één keer opkwam. Ik begon ook met stiekem dat doen. Ja. Dat ik echt, als mijn vriend er niet was, een plakje ham uit de koelkast van hem pakte bijvoorbeeld. Dat ik echt dacht, wat ben ik mee bezig? Op een gegeven moment begon ik dat steeds meer te accepteren, ben ik daar steeds meer aan gaan toegeven. En ik voel gewoon ongeveer evenredig mijn gezondheid en vitaliteit toenemen. Wauw, ja. En het is echt niet dat ik nu een of andere preacher ben geworden van deze manier van eten. Maar ik heb in mezelf daarin zo'n ongelooflijke verandering meegemaakt. En ik ben ook iets van 8 jaar geleden zo'n beetje mijn menstruatie kwijtgeraakt. Ik hoop dat ook heel erg op deze manier weer terug te krijgen.
En ja, daarom heb ik nu het gevoel dat dit zoveel toevoegt aan mijn vitaliteit en mijn gezondheid. Dat ik eigenlijk heb gedacht, dat ik eigenlijk denk dat ik mezelf veel te lang, te weinig en niet op de goede manier heb gevoed. En dat ik dus echt die dierlijke vetten en eiwitten nodig heb. Dus ja, ik ben benieuwd eigenlijk hoe je daar naar kijkt. Ja, nou, dan komen we direct bij een gemene delen die we hebben. Want dat hoor ik tenminste heel erg terug. Ik doe met de kennis, kunde en wetenschap en onderzoeken en ervaring en de middelen die ik heb, probeer ik de beste versie van mezelf te zijn. Ja. En ik hoor bij jou, jij doet precies hetzelfde. Ja. Dus we lijken, en dat zie ik sowieso bij heel veel mensen altijd terug, we lijken eigenlijk allemaal veel meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. En ieder mens probeert zijn best te doen en ieder mens wil graag energiek wakker worden. Ja, ik heb nog nooit iemand ontmoet die dan voor pampers op de bank ligt en zegt van, ja, dit is ook precies wat ik wilde. Gewoon me de hele dag lekker kut voelen. Mm-hmm. Nee, ieder mens wil wakker worden met energie. En wat zie ik gebeuren? En daarom denk ik ook dat het bijna slimmer is om, of je eet inderdaad wel wat vlees, of je doet het helemaal zoals ik doe. Maar dat vegetariër zijn, daar zie ik heel veel nadelen bij ontstaan. Waarom? Dan ga je vaak veel zuivel eten. Ik weet niet of jij dat ook deed. Ja. En zuivel zorgt ervoor dat jij geen ijzer opneemt. Mm-hmm. Dus ik weet ook niet wat jouw HB was tot 1,5 jaar geleden. Laag. Heel laag, ja. En dat is het grote nadeel, denk ik, van vegetarisch eten. Dan gaan we vaak overal maar kaas op doen en veel kwark en yoghurt eten. En omdat we zo bang zijn dat we anders niet genoeg eiwitten binnenkrijgen. Met als gevolg dat ons HB heel langzaam, maar zeker, naar beneden gaat. Met als gevolg dat je bleek wordt, je haar uitvalt. Sommige vrouwen hun cyclus verliezen. Nou, cyclus hoef je nog niet eens per se te verliezen, maar je stopt wel vaak met het verliezen van bloed. Want ja, dat is er gewoon niet meer genoeg. Mm-hmm. Ja. En als je HB heel laag is, kan je lichaam geen zuurstof transporteren. Nou, dan ga je je echt lamlendig voelen. Dus wat ik dan heel vaak doe als mensen bij mij komen, dan is het eerst even HB checken, B12 mm-hmm. checken en D3 checken. En je HB krik ik dan vaak toch even op met het gebruik maken van supplementen. Oké. Okay. IJzertabletten gewoon? Of gebruik je andere dingen daarvoor? Andere dingen. Okay. Ik probeer dat op zo'n natuurlijke mogelijke manier te doen. Maar dan gaan mensen zich vaak al zoveel beter voelen. Mm-hmm. En dan hoeft het dus nog steeds, hoef je geen rood vlees te eten. Want ik kijk altijd naar voeding. En dan probeer ik altijd een optimale package deal te regelen. Mm-hmm. En rood vlees, dat heeft natuurlijk als fantastisch voordeel dat dat lekker je HB opkrikt, hè, omdat er veel ijzer in zit. Maar het heeft weer als nadeel dat er heel veel water voor nodig is, dat er dus een dier voor moet sterven, en dat er heel veel cholesterol in zit, en dat de vertering van dat type eiwit, dat wij daar anatomisch niet voor zijn ontworpen. Oké, daar ga ik ook meteen even op inhaken. Ja. Hoe denk jij dat bijvoorbeeld shamanen vroeger op de Mongoolse steppen of Eskimo's aten? Ja, nou dat is leuk. Eskimo's, kijk, ik heb het altijd over, we moeten denk ik beginnen met dat we 3 niveaus van leven hebben in mijn optiek. Mm-hmm. Dus het eerste is overleven. Dat kunnen we eigenlijk, dat kunnen we zelfs op McDonald's. Dus overleven, dat is voor de mens op zich nog niet zo heel erg moeilijk. Mm-hmm. Nou, dan hebben we het niveau van leven. Op dat niveau is alles wel prima. Weet je, je kunt niet 5 kilometer hardlopen, maar lopend kom je er wel. Ja. Je kunt geen zware dingen tillen, maar ach, nou ja, goed, hè, met wat hulp hier en daar kom je er wel. Hè. Dat is het niveau van prima. Ja. Je bent niet heel energiek, je bent niet heel enthousiast, je bent niet heel spontaan, je bent niet heel creatief, maar ach, hè, je suddert er wel wat doorheen. Mm-hmm. En dan heb je 3e niveau en dat is het niveau van geven. Dan heb je dus ja, veel kracht, veel energie, veel enthousiasme. Je leeft echt je leven waarvoor je hier bent. En je kunt de taak vervullen waarvoor je hier misschien wel afgedaald bent. En als ik bijvoorbeeld naar de Eskimo's kijk, dat is echt typisch een volk wat aan het overleven is. In mijn boeken haal ik ook de onderzoeken aan. Het is het volk wat het jongste sterft, het meeste hart- en vaatziekten heeft.
Ja, dat is voor mij niet echt iets waarvan ik denk, nou, interessant, hè? Want ik wil niet alleen maar leven. Nee, ik wil kunnen geven. Sterker nog, ik wil me kunnen vergelijken met de wereldtop. Nou, dus dan zijn de Eskimo's, die vallen voor mij al af. Niet inspirerend volk, want ja, ze sterven jong. Ze zijn veel depressies ook. Nou, en dan hebben we bijvoorbeeld dat andere volk wat je zei. Ja, ik had het over Mongoolse shamanen die op de steppen rondzwerven en bij mijn weten alleen maar vlees eten. Ja, nou, daar kun je echt wel op overleven. En wat ook interessant is, op ongeveer ieder dieet, wat je ook eet, al is het alleen maar duivenvoer, dat hoor ik ook wel eens, hou je het wel vol tot je 40ste. En dat is voldoende om voor nageslacht te zorgen. Oké. Dus ja. En welke volkeren aten dan vooral alleen maar groentes en fruit? Ik denk dat de mens de eerste tot 10.000 jaar geleden, net als de meeste apen nog doen, vooral fruit aten, dat als brandstof. Dat is echt onze ultieme brandstof. En ik zat toevallig gisteren met Doutz en mijn dochter ook weer een natuurserie te kijken. En daar zeiden ze ook van, de apen, deze leven in groepen van meer dan 100. En dat kan ook, want er is zo ongelooflijk veel fruit, dat ze hoeven geen ruzie te maken. Want er is overvloed. En ik denk dat dat voor de mens hetzelfde was. En als je ook naar een mangoboom of een avocadoboom of een bananenboom of een vijgenboom of een dadelboom, daar hangt zo ongelooflijk veel kilo's fruit aan. Dat, ja, ik denk dat er helemaal rond de evenaar, of in ieder geval op die plek op aarde waar de zon 12-12 schijnt, weg is. Ja, daar is zo ongelooflijk veel fruit. Ik denk dus dat tot 10.000 jaar alle mensen het primaire dieet was. En dat je dat aanvult met medicijn. En dat zijn planten. Okay. Dus planten zie ik ook niet als iets om voldoende energie uit te halen. Planten zie ik als medicijn. Dus die wil je niet eten, want dan word je ziek. Maar je wil er ook niet veel te veel van eten, want dan word je eigenlijk ook ziek. Net als met een synthetisch medicijn. Hè? Als je ze niet neemt. Hoe kan het dat je ziek wordt van planten als je daar te veel van eet? Weet je dat? Ja, omdat er gifstof in zit. Een plant, daar had jij het zo straks ook al over. Dat beschermt zichzelf. Fruit daarentegen, dat biedt zich echt aan. Mooie kleurtjes, het ruikt lekker. En het roept je bijna van eet mij. Want als jij mij eet, dan komen ergens anders weer de pitten. En dat is echt voortbestaan voor iedereen. Hè? Dus over cyclus gesproken, cycle of life, denk ik dat dat waar wij voor zijn, om dat proces en het in stand houden van oerwoud en bos, dat onze functie is. En planten, zaden, die beschermen zichzelf tegen opgegeten worden. Net als een dier. Ja. Dat gaat wegrennen. dat. Ja. Ik zit er iets minder in qua wetenschap dan jij. Maar ik heb het idee, dat komt ook door de bronnen waar ik mij mee voed, dat we juist, als je kijkt naar honderdduizenden jaren geleden, we eigenlijk alleen maar vlees aten en vis. En dat als je kijkt, Eskimo's worden dan dus misschien niet zo oud, maar volgens mij is het belangrijk om te kijken welke volken hebben het overleefd. Want ik heb niet het idee, maar misschien weet je dat beter, dat we vroeger heel veel ouder werden dan dat. Dus ik denk dat we vroeger zelfs veel ouder werden dan nu. Okay. Maar dat we nu gemiddeld minder jong sterven. Dus dit is even statistiek. Ik snap het, het gemiddelde. Okay. Ja, leg maar even uit, want anders snappen anderen het misschien niet. Ja. Oké, maar ik denk dat er en dat hangt er wel even af over welke tijd hebben we het nu. Ja. Dat is altijd interessant, want ik denk dat helemaal back in the days, en dan hebben we het misschien wel over 30.000 jaar geleden. Steentijd, echt hele primitieve volkeren. Ja, dat daar helemaal niet zo relevant was, maar als we het bijvoorbeeld met 150 jaar geleden vergelijken, dan waren er best wel veel vrouwen en baby's die het geboorteproces in het kraambed niet overleefden. Ja.
Dus stel je voor, je hebt 5 vrouwen en 5 baby's die relatief jong overleven. Ik snap het. En je hebt tegelijkertijd 5 mensen die 100 worden. Dan is het gemiddelde 60. Ja. Terwijl als je best wel veel baby's en vrouwen dat kraambed doorkrijgt. Dan worden we misschien allemaal rond de 70. Ja. Ja, ik snap het. Maar werden er toen ook gemiddeld... Nee, laten we dan het woord gemiddeld niet noemen. Werden er toen meer mensen... 100, 110, 120, ja, ik weet ja, het, oké. Okay. Ja, dat denk ik echt. Misschien nog zelfs wel veel ouder. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat wist ik niet. Ja. Oké. Okay. Maar ik ben natuurlijk op de eerste plaats, en dat vind ik ook leuk, want dat zeg jij eigenlijk ook. Jij hebt het idee dat je nu een grotere bijdrage bent, en voor jezelf, maar ook voor je omgeving, nu je zo veel energieker voelt. Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk mij waard. Dat is natuurlijk super, dat is natuurlijk super. Ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Ja. En ja, wat ik dan leuk vind is, maar ik vind het interessant omdat jij op dat stukje schuld zit en wil je die schuld niet dragen. Nou ja, ik dus dan blijkbaar niet. Maar zou je het dan niet leuk vinden om met bijvoorbeeld de kennis die ik heb over hele goede ijzer die je goed kunt opnemen en goede B12, ja, dat je dus superveel fruit eet, waardoor je echt heel veel energie krijgt, in combinatie met mooie kruiden en zo, ja, om ook op dat niveau te komen van je goed voelen en energiek zijn. Ja, ik heb allerlei goede supplementen ook wel geprobeerd. Het is ook niet dat ik echt diep in de put zat of zo, dat ik echt totaal, ik was een hele fanatieke sporter. Dus ik, alleen, het zit hem ook veel meer in een soort innerlijke kracht die ik nu voel. Ja. Ik voel me zoveel meer in mijn lijf, op de aarde, dan voorheen. Ik zat veel meer in mijn hoofd ook. En ik heb ook echt het idee dat deze manier van eten mij een soort rust in mijn hele systeem, en in mijn gedachtes, en in mijn lijf. Maar nu weet ik toevallig, ja, dat jij aan de slag bent geweest met Elmer Hendricks. Iemand die, ja, ook in mijn podcast is geweest. Mm-hmm. En want wat jij ervaart, die rust, weet je wel. Rust in je hoofd, energie in je lijf. Echt, goh man. Dat je echt zo'n hele diepe ontspanning en vertrouwen voelt, weet, ja, je, dat heb ik ook. En dat is dan interessant, want klopt, ik, ja, ik eet dan zogenaamd niet dat aardende, ja, voedsel. Ja, ja. En soms denk ik wel, heeft dat niet veel meer te maken met al dat innerlijke werk wat wij doen, ja, dan met ons dieet? Ja. En is het dus een correlatie in plaats van, ja, een oorzakelijk gevolg, snap als het, je snapt wat, ja, ik bedoel. Ja, zeker. Zelf heb ik het gevoel dat het een en is, oh, in ja, de zin van, ik heb echt het gevoel dat deze manier van eten mij daarin ondersteunt. En dat al die andere dingen ook gaande zijn. Dus dat op alle niveaus waarop dat zeg maar kan veranderen, dat dat in mij aan het veranderen is. En dat fysiek daar ook wel een onderdeel van is. En ik hoor ook gewoon, kijk, ik zit natuurlijk in een soort carnivore community. Ik heb heel veel contact met andere mensen die op deze manier eten. En ik hoor dit zoveel ook binnen die groepen. Dat mensen eindelijk rust ervaren. En ze noemen het ook wel carnivore zen. Ah ja, ja. Dus dat sterkt mij natuurlijk ook in mijn, ja, geloof. Ja, ja. Het, ja, het bevestigt mijn gedachten. Dus dat is natuurlijk altijd prettig. Ja. En als jij aan mij voorstelt net van, goh, zou je niet op mijn manier willen eten? Dan gaat er iets in mij. Nee. Dat is een beetje oncomfortabel. Om dan buiten mijn eigen paradigma, waarin ik me net zo comfortabel begin te voelen. Ja, ja. Dat jij me daar eventjes zo uitdaagt om daar eventjes een stapje uit te zetten. Ja. Omdat ik zelf het idee heb van, ja, maar ik heb met supplementen gedaan. En altijd op een hele natuurlijke manier. Ik ben dan heel erg van natuurvoeding. En ja, ik probeer zoveel mogelijk weg te blijven van de farmaceutische industrie als dat kan, ja, zeg maar. Ja. En dat heb ik altijd al gedaan. Ook als het gaat om antibiotica en dat soort dingen. Dus ik heb voor mijn gevoel er al heel veel in gedaan. Ja. En voor mijn gevoel is mijn leven een soort van 180 graden omgedraaid sinds ik dit ben gaan doen. Ja, wauw. Ja, hey, en dan ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar omschrijf eens wat jij die tot 1,5 jaar geleden, nee, laten we even een groter stapje nemen, ja, tot 5 jaar geleden. Ja. Waar stond je mee op? Wat was je ontbijt? Wat was je lunch? Wat was, ja, ongeveer je avondeten? Wat waren je tussendoortjes? Okay. Hoe zag dat eruit? En, ja, en ben ik ook wel nieuwsgierig, hoe ziet dat er nu dan uit? Goed. Toen, ik ontbeet altijd met 3 of 4 rijstwafels,
met daarbovenop of iets van pindakaas of tahini of in ieder geval een soort notenpasta en kaas en avocado en soms nog andere dingen, soms ook eieren deed ik toen geloof ik niet. Wat noten erbij nog, maar in ieder geval zoiets. Ik had als lunch vaak salades mee. Af en toe ook wel eens brood. Ik had wel eens periodes dat ik wat rogge brood of iets dergelijks at. Maar wel vaak salades met noten erdoorheen en olijfolie, dat soort dingen wel. Avondeten was bijna altijd een groenteburger met allerlei groentes. Ik was echt super gek op satésaus. Ik at denk ik wel in 2 dagen een pot pindakaas leeg altijd. Ik heb echt zo gigantisch veel pindakaas gegeten in mijn leven. Dus ik had ook... En mijn eten was vooral ook heel erg de hele dag door eten. Dus ik omschrijf nu mijn maaltijden. Maar ik at ook constant tussendoortjes. Altijd gezonde, verantwoordelijke dingen, zeg maar. Ook veel fruit zat erbij. Dus ik had denk ik wel iets van 4-5 stuks fruit per dag. Appeltje, banaantje. Appel, banaan, kiwi. Peer. Probeerde een beetje seizoensfruit te eten. En ook zoveel mogelijk wat niet uit Peru hoefde te komen. Avocados had ik dus wel gewoon. Vooral heel veel groenten en fruit, notenpasta's, pizza's, dat soort dingen. Ja, leuk. Want als ik goed luister en als ik iets zeg en je zegt nee, dat klopt niet, gewoon mij corrigeren. Doe ik. Ja. Maar wat ik hoor is als ik naar jouw calorieën kijk en als ik hoor waar dat uitkomt procentueel, hoor ik heel veel pinda's, noten. Ja. Ik hoorde ook kaas, avocado. Ja. Dus 's ochtends was het al heel erg vet. Ja. Tussen middag, want uit die sla, daar komen niet zoveel calorieën uit. Waren ook weer de calorieën uit vettige dingen. Ja. En 's avonds, nou dan kwamen er misschien iets meer koolhydraten. Maar dit wat jij omschrijft is voor mij echt het recept om je heel sloom en down te voelen. Om het maar even grof te zeggen. Ja. Als ik mensen binnenkrijg, en die krijg ik binnen, die ongeveer zo eten. Ja. Dan gaan we direct die balans helemaal veranderen. Want wat ik heb geleerd is dat het ongeveer optimaal is voor je lichaam om ongeveer 80% van je calorieën uit koolhydraten, 10% uit vet en 10% van je calorieën uit eiwit. Ja. En dat het optimale is. En als je veel te veel vetten gaat eten, dan dat gaat letterlijk om je cellen heen zitten, waardoor die cellen ook een beetje gaan stikken. En de mitochondriën, hè, de kerncentrales van je, de energiecentrales van je cellen, die gaan paradoxaal genoeg bij een vetdieet ook steeds minder goed vet kunnen verbranden. Ja. Nou, dat in combinatie met wat ik hoor, heel veel pindakaas. Dat is ontsteking, ontsteking, ontsteking. Ik heb zelf potten pindakaas gegeten, hè, vroeger. Nou, daar heb ik me echt, toen ik daarmee stopte, wow, alsof ik naar de next level ging. Mm-hmm. Ik vind pindakaas een van de weinige veganistische dingen. Ik heb er ook heel veel blogs over geschreven. Niet eten, net als kokosolie, niet eten. En noten echt met mate. 1, 2, 3 nootjes per dag is echt meer dan genoeg. Waar haal jij dan nu je vet uit? Even een zijstap. Nou, je blijkt dus maar 3 gram vet nodig te hebben voor je vetoplosbare vitamines. Okay. Nou, en ik eet wat avocado, ik eet 2 paranoten. Ik had afgelopen dagen toevallig 4 durians. Mm-hmm. Waar haal ik nog meer? Overal zit vet in, hè? Ik eet postelijn. Er zit niet veel vet in, maar er zitten hele mooie, heel veel omega-3 vetzuren in. Een banaan, sinaasappelsap. Er zit niet veel vet in, maar precies de juiste hoeveelheid. Okay. Dus dat is waar ik mijn vetten vandaan. En meer heb je ook echt niet nodig. Ja, grappig, want ik eet nu dus, denk ik, 80% van mijn dieet uit vet. Wauw, ja. En bijna geen koolhydraten meer. Echt, alleen dus een beetje uit zuivel. Ja. Als we het dan even hebben over wat ik nu eet. Het is nog heel erg in ontwikkeling, merk ik. Het verandert ook iedere keer. Maar ik sta vaak op met koffie of granenkoffie bijvoorbeeld. Oh ja, Met boter. Ja. Oh ja. En daar gaat dan echt wel iets van 40 gram boter in. Ik eet soms dan nog 1 maaltijd. Soms 2 maaltijden daar nog bij. Zeg maar op een dag. En lunch is dan... ja. Iets van gehakt met boter en een ei. Soms wat bacon erbij. En avondeten eigenlijk hetzelfde. Ik ben echt helemaal gek op gehakt met boter. Dus ik eet soms wel iets van 200 gram boter op een dag. Soms doe ik daar wat kaas doorheen. Ik merk dat zuivel vind ik erg lekker. Maar dat voelt gewoon niet zo fijn in mijn lijf. Nee. Dus dat ben ik minder aan het eten. Ja. Dus zo zit het nu. Het is bijna alleen maar En welke wat voor boter eet je?
Grasboter, biologisch, ja, okay, boter. Dus dat is wel zuivel nog. Ja, zeker. Ja. 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 Dus, maar dat is 80% vet, geloof ik. Ja. Ja. En weet je wat je cholesterol op dit moment is? Nee, geen idee. Oké. Okay. En je triglyceride? Ben ik ook wel nieuwsgierig. Nee, ik meet dus niets. Oké. Okay. Ik heb wel aan mensen, zeg maar, uit mijn carnivore community een beetje gevraagd. Wat zou je interessant vinden om aan van Janneke te weten? Ja. En toen was meteen de vraag, wat meet zij van zichzelf en hoe zijn haar waarden? Dus kun jij daar eens iets over vertellen? Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Ik vind het wel heel interessant. Ja, vroeger ging ik heel vaak meten. Okay. Maar tegenwoordig, ja... Ik ga straks voor de grap en eigenlijk meer voor mijn volgers, die ik liever leiders noem, maar goed. Weer eens even meten. Maar waar ik altijd op check is even mijn B12, wil ik graag rond de 600 hebben. Mijn D3 wil ik graag rond de 140 hebben. Mijn cholesterol, nu moet ik even, ik heb het op papier staan hier in de buurt, maar dan moet ik het even goed zeggen, wil ik rond de 1,6, 1,8 hebben. Oké. Okay. Niet mijn totaal cholesterol, maar zal ik het even bijpakken? Goed. Hebben we wel tijd voor, volgens mij. Even mijn vliegtuigmodus eraf halen. Mijn HB, liever rond de 9. Ja. Als topsporter is dat wel lekker. Dus een hoog HB. En gebruik je iets van supplementen? Ja, ja. Ik gebruik een B12 supplement. Dus daar heb ik wel een onderbuikgevoel bij dat daar het laatste woord nog niet over gezegd of geschreven is. Okay. Ik zie dat als nieuwe wetenschap. En met de kennis die ik nu heb, maak ik voor dit moment de optimale beslissing. Dus dat ik neem methylcobalamine, adenosylcobalamine en cyanocobalamine. Dat zijn drie verschillende kobaltverbindingen. Want ik zie ook terug bij mensen die wel dierlijke producten eten, dat die daar ook vaak heel laag in zitten. Dus dat is iets wat ik suppleer. IJzer suppleer ik. Okay. Want we zien dat topsportende vrouwen, ongeacht hun dieet, daar op een of andere manier vaak wat laag in zitten. Ja. En we zien dat vrouwen die ook nog eens borstvoeding geven, dat de behoefte wat hoger is. Ja. En wat ik leuk vind aan een ijzersupplement, of kruiden die van nature hoog zijn in ijzer, dan pak je wel de lusten en niet de lasten die je bij vlees eten wel hebt. Oké, wat zouden de lasten zijn van vlees eten? Het doden van een dier? Of gaat het ook over belasting voor je lichaam? Ook belasting voor je lichaam. Omdat als je naar onze lengte en structuur van onze darmen kijkt, die zijn te kort om heel veel planten te verteren. En daarom koken we ze vaak ook. Maar ze zijn weer te lang en te goh, hoe zeg ik dat nou? Te lang en te curvy. Hoe zeg ik dat in het Nederlands? Kronkelig? Ja, te kronkelig en te voor het verteren van dierlijke producten. Okay. Dus als je onze darmen vergelijkt met een echte vleeseter, zijn ze lang. Maar als je onze darmen vergelijkt met een echte planteneter, dan zijn ze weer kort. Ja. En dat maakt ons ook geen vleeseter, geen, of tenminste dat is zo hoe ik erin sta. Dat maakt ons dus geen vleeseter, geen planteneter, maar een fruiteter. Mm-hmm. En heel veel mensen denken dan dat wij, omdat we daar zo tussenin zitten, dat we omnivoren zijn. En dat geloof ik niet. Ook omdat onze handen en onze tanden eigenlijk niet geschikt zijn om te jagen en te vermoorden. Daar hebben we altijd iets externs voor nodig. En zelfs met een scherpe steen is het nog best wel lastig om een simpel konijntje de jas uit te trekken. Dat is ongelooflijk hoe... Terwijl, jij hebt mij net ook het verhaal verteld. Je vader die pakt gewoon een eend uit het water en die eet hij op. Of die eet hij niet op. Die had hij gewoon zo de nek om kunnen draaien. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. Nee, zo moeilijk is het ook weer niet. Nee, dat is een goed punt, inderdaad. Eens even kijken. Checklist, hier heb ik hem. mijn totaal cholesterol onder de 3,9. Mijn LDL-cholesterol heb ik meestal rond tussen de 1,3 en 1,8. En het HDL-cholesterol altijd ver onder de 3,9. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, mij zegt het waar dus niet zo heel veel wat daarin goed of fout is. Ik hoor alleen binnen de mensen die ik volg dat het hebben van een laag cholesterol niet zo heel belangrijk is. Dat zeg maar, dat is weer iets wat we de laatste 100 jaar hebben bedacht, dat dan een heel groot probleem is. Dus we krijgen allerlei cholesterolverlagende B-cel aangesmeerd en allemaal dat soort producten. Ja.
Terwijl het hebben van een laag cholesterol helemaal niet zo belangrijk is. Die waardes die zijn ergens op vastgezet. Terwijl je kunt afvragen wat daarvan aan de basis ligt. En je hebt net ook even gehad over het vet rondom je cellen. Ik ben even naar vesicurale. Intracellulaire lipides. In ieder geval. Ik heb dat ooit een keer laten meten, maar dat was toen super laag. En dat was nog wel voordat ik op deze manier ging eten. Maar ik begrijp van mensen die op deze manier eten, dat niet toeneemt als je veel meer vetten gaat eten. Want je komt in een soort vetverbranding terecht. Dus dat niet, die hoeveelheid vetcellen en die hoeveelheid vet rondom je cellen, dat neemt niet per se toe. Je komt alleen in een ander soort verbranding. Ja, en dat vind ik zo interessant. Want ik denk dus dat wij een koolhydratenverbrandingsmachine zijn. Ja. En dat wij wel kunnen overleven bij de afwezigheid van koolhydraten. Hè? Want dan gaat je lichaam in ketose. Ja. En dan gaat het een suikersoort aanmaken waar je dus goed mee kunt overleven. Ja. Alleen, ik denk dat het interessanter is niet om te overleven, niet om te leven, maar om te kunnen geven. En hoe zit dat? Iedere cel in ons lijf, en daar hebben we miljarden van, is voor optimaal functioneren afhankelijk van? Brandstof? Ja, glucose. Glucose, oké. Okay, glucose. Ja. Dus alles wat jij eet, of dat nou heel veel vet is, of dat het nou heel veel fruit is in mijn geval, uiteindelijk zet je lichaam alles om in glucose, in suiker. Want dat is de brandstof waarmee de cel goed zijn werk kan doen. He, dus voor de ene cel is dat de leverfunctie goed uitvoeren. Voor de andere cel is dat de hartfunctie goed uitvoeren. Voor de andere cel is dat de darmfunctie goed uitvoeren. Maar als jij dus, als er dus geen koolhydraten voorhanden zijn, dan is je lichaam zelfs zo ingenieus dat het zelfs, en daar moet het dan wel hard voor werken, en dat is niet optimaal, maar dan kan het zelfs suiker maken uit vetten. En dan kan dus die cel uiteindelijk alsnog zijn werk doen. Maar ja, in mijn beleving is dat overleven. Okay. En dat vind ik ook leuk wat jij vertelde. Als we dan zo even een ladder hebben, dan denk ik ook met die stappen die jij nu gemaakt hebt, dat je stapjes ten opzichte van jezelf hebt gemaakt. Mm-hmm. Want je hebt heel veel shit laat je nu liggen. Je eet veel minder noten. Je eet veel minder pindakaas als ik het zo hoor. Ja. Nou, dat is echt, ik vind dat gewoon bijna een killer. Yeah. Echt. Veel minder noten, veel minder zuivel hoor ik ook. Nee, dat is niet waar. Ik eet echt meer zuivel nu, want ik eet nu gewoon weer zuivel en dat heb ik heel lang niet gedaan. Oké. Nou, in ieder geval, maar dat je dus ten opzichte van jezelf wel stappen hebt gemaakt. Door shit eruit te gooien, betere dingen toe te voegen. Ja, dan vind ik het logisch. Maar ja, mijn handen kriebelen dan nu, hè. Dan denk ik, oké, ready for the next step. Want dan kunnen we echt daar nog naartoe. Ja. Maar ik ben wel altijd blij als mensen ten opzichte van zichzelf stappen maken. Ja. Okay. Ik zal even die doen. Want ik denk dat de wereld een mooiere plek is als we allemaal, wat jij zegt, geaard zijn, rust hebben in de kop, energie in het lijf hebben en echt doen. Wat jij dat dus ook doet met de familieopstellingen. Ja, dat je echt doet wat je zo gaaf vindt en met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Okay. Denk jij dat de manier van eten waar jij dus heel erg goed op gaat, waar je ook je coaches of je leiders, laat ik het zo zeggen, mee coacht. Nou ja, of ga ik begeleid. Even. Begeleid, oké. Okay. Ik bemoei me eigenlijk nooit met wat een ander eet. Oké. Okay. Maar heeft de ander vragen? Hè? Ja, dus ik hou wat dat betreft aan wat de Boeddha doet. Hè? De Boeddha praat niet. En als je een vraag stelt, dan antwoordt hij soms. Dus als jij stappen wil maken en je loopt tegen dingen aan, dan ben ik de persoon waar je mee kunt sparren. En dan kan ik bijvoorbeeld delen wat ik heb geleerd of hoe ik iets aan heb gepakt. Maar ik ga nooit iemand anders vertellen wat hij moet eten, want dat is niet mijn business. Oké, dat was even een zijspoortje. Ja. Wat mijn vraag is, denk jij dat jouw manier van eten, als ik het zo even klassificeer, geschikt is voor iedereen? Dat is een moeilijke vraag, want als we even spiriwiri gaan praten, dan weet ik niet of het voor iedere ziel op deze, in dit ritje op de aarde, de aarde waar het een reisje is om in de dualiteit je weg te vinden, of het dan voor iedereen in dit ritje de bedoeling is om veganistisch te gaan eten, dat weet ik niet. Okay. Ik kan me dat durf ik niet te zeggen.
ja, ik denk wel dat, het voor de natuur wel beter zou zijn als we wat minder dieren ophokken. Want je moet je ook voorstellen, die duizenden dieren die we alleen al in Nederland hebben opgehokt. Yeah. Dat hoe ongelooflijk veel die scheiden en hoe ongelooflijk veel die vreten en hoe ongelooflijk veel die drinken. Ja, ik denk dat de aarde groot genoeg is om 30 miljard mensen van een gezond, volwaardig, plantaardig dieet te voeden. Oké, en hoeveel mensen hebben we nu? 7. Oké, dus daar kunnen nog heel veel meer mensen bij. Ja, en toch als we op de win-win manier gaan eten. Ja. Gaan we eten zoals jij eet, ja, dan kan de aarde volgens mij maximaal 1 miljard mensen aan. Oké, ja. Dus ja, dan moeten dan. Maar ik kan er niks aan doen dat ik hier ben. Okay. Maar goed, dan bekijk je het heel erg van wat zou de aarde aan kunnen. Dus dan zit je veel meer vanuit dat perspectief te kijken. Wat ook een hele goede beweegreden kan zijn om keuzes te maken en een manier van eten te kiezen. Maar als ik kijk naar gezondheid, weet je wel, hoe werkt ons lichaam? Is dan iedereen in staat om zo'n fruit-veganistische manier van eten te doen? Ja, dat is een leuke vraag. Ik weet niet of ik daar het antwoord op heb. Laten we het eventjes... In Nederland, met een misschien helaas pindakaas, moet je zelfs ook nog wel wat geld hebben. Oké, maar dan gaat het weer over geld. Ik bedoel, of nou niet per se, DNA-niveau. Kunnen wij als mens met onze vitaliteit, onze gezondheid, vanuit dat oogpunt, allemaal geven, om even in jouw woorden te blijven, op een fruitmanier van eten? Ja, nou, ik ben toch geneigd om te zeggen van wel, maar... Dan moet je wel wat kennis hebben hier en daar. Want als je alleen maar appeltjes gaat eten van Nederlandse bodem, weet ik niet of je er komt. Okay. En als je je fruit niet aanvult met bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier, weet ik niet of je er komt. Okay. Als je helemaal, als je ook nog een beetje topsport wil bedrijven en met de kwaliteit die het fruit en de groente op dit moment heeft, weet ik niet of je genoeg mineralen krijgt en ijzer binnenkrijgt, bijvoorbeeld zonder supplement. Ja. Dus je moet wel even... En aan de andere kant, dat vind ik ook zo fascinerend, nodig hem ook uit voor je podcast, of nodig haar ook uit. Bijvoorbeeld een Ganga Hogendoorn, die ik ook in mijn podcast heb gehad, ja, die eten bijna helemaal niet. Okay. Want die zeggen, alle energie zit al in de eten. Ja. En... tap het gewoon uit de energie. En daar hoef je echt niet dat omslachtige proces van fruit, groente of dieren voor te gebruiken. Ja. Of Braham Menor, die daar nu ook mee bezig is. Ja, dus fascinerend. Fascinerend. Prana. Dus straks, dus voor hetzelfde, is het gewoon een overtuiging. En heb jij de overtuiging gekoppeld aan je zenuwstelsel dat dit je heel erg goed doet? En heb ik de overtuiging... Ja. En het verhaal bedacht. En is het dus nu mijn geloof dat dit zo heel goed is. Yeah. En heeft het dus eigenlijk helemaal niks te maken met wat het eentje nou uiteindelijk. Maar heeft het alles te maken met overtuiging. Yeah. En dat kan natuurlijk ook nog eens zo zijn. Yeah. En dan is het misschien wel de meest hardnekkige en collectieve overtuiging die we wereldwijd hebben. Dat we moeten eten. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Ja. Yeah. Het zou toch fascinerend zijn. Ja. Ja. Oké. Ik ga even iets delen over mezelf hierin. Ik heb een keer mijn stofwisselingstype helemaal door laten meten door een dame die vanuit het TCM. Ik heb allerlei vragen moeten invullen. Ik werd ook aangezet op een bepaald apparaatje. Nou goed, uiteindelijk kwam eruit dat ik echt... Je hebt dan 3 types. Ik weet niet of je daar ook bekend mee bent. Zeg maar de, even makkelijk gezegd, een beetje de vleeseter. Het middentype en echt koolhydratentype. En ik zat helemaal in die hoek van die vleeseter. Ja. En zij zat echt, toen was voor mij ook wel een soort steuntje in de rug. Want ik was heel onzeker in het begin over mijn behoefte aan vlees. Ik durfde er bijna niet aan toe te geven. Ik had allerlei ideeën in mijn hoofd over milieu en dierenwelzijn. En dat zij echt tegen mij zei, Charlotte, je doet jezelf er zo'n groot plezier mee als je hier wel aan toe durft te geven. En het neemt kleine stapjes. Maar het past echt helemaal bij jouw lijf om gewoon... dierlijk vet, dierlijke eiwitten en zout te eten. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. En nou ja, dat heeft mij heel erg geholpen. En vanuit die hoek stelde ik ook de vraag van... zou het bij iedereen passen? Of zou jij misschien toevallig juist een extreem koolhydratentype zijn? En thrive jij dus echt? Ik kwam eruit dat het voor mij niet uitmaakt.
Oké. En dat is ja, dat kwam er bij mij uit. Oké, ja. Dus ja. En ik heb toch het idee, dat vind ik wel grappig, dat als ik, want ik eet vaak mijn noten en mijn avocado, eet ik pas echt in de avond. En helemaal overdag eet ik bijna geen vetten. Ja. En ik heb toch het idee dat als ik wel bijvoorbeeld na mijn training om 10 uur al iets van avocado of zo ga Ja. eten, dat toch net, en dat zijn fracties hoor, Ja. maar dat toch net mijn energie een beetje drukt. Oké. Terwijl als ik het gewoon bij de groene smoothie en de bessen en de Ja. banaan en de dadels en de mango's en dat soort dingen hou, dat ik toch net. Maar er kwam uit dat het voor mij niet uitmaakt. Oké. Ja. Dus, Oké. maar ja, wel interessant. En waar ik dan nog nieuwsgierig naar ben, want je hebt, dat noemen ze genexpressie. En dat genen eigenlijk zijn als diamanten. En afhankelijk van welke kant je het licht erop schijnt, bepaalt welke kleur eraf komt. Dus epigenetica noemen we dat ook. Dus was jij toen al zo aan het eten? Nee, Toen helemaal je... niet. Helemaal Helemaal niet. niet. En toch Nee. kwam dat eruit. Ja. Oh, dat vind ik En toen interessant. ben ik een half jaar later nog naar haar teruggegaan, wat zij zelf ook dacht: wow, dit is heel extreem. Ja. Kom over een half jaar nog een keer terug, want misschien heb je zoveel tekort opgebouwd de afgelopen 20 jaar, dat dit een soort overreactie is van je lichaam. Dus ben ik nog een keer teruggekomen, weer al die testen gedaan en er kwam nog steeds hetzelfde profiel uit. Ja. Dus ja. En heeft zij ook iets, een bestand opgebouwd dat ze zegt, nou, van alle mensen die hier komen, ongeveer 10% is dit, 20% is dat, Nee, 70% is dat. weet ik niet. Weet ik niet. Dat zou wel interessant Ja, zijn, want klopt. dan kan het natuurlijk, ja. Nou, daar ben ik dan wel nieuwsgierig Ja, snap naar. ik. Maar ik weet toevallig van haar dat zij echt het koolhydratentype is. Oké. Dus het was niet dat zij vanuit een bepaalde overtuiging mij een bepaalde kant probeerde te duwen. Ja. Ja, ik heb geen idee wel hoe die percentages zijn, ook binnen onze bevolking eigenlijk, als we daar überhaupt groepen in kunnen En van de opdelen. community waar jij in zit, zijn er meer die zo'n test hebben gedaan? Weet ik niet. Ik Oké. heb wel het gevoel, maar dat is puur mijn gevoel. Observatie. Ja, nou ja, dat daar veel mensen dus in zitten die een beetje mijn type hebben. Ja. En dat die dus hier ook heel goed op gaan. Dat die dus ook problemen krijgen als ze daar niet aan toegeven. En dat die dus deze manier van eten ontdekken. En zo'n soort wereld voor hun open gaat aan rust en aan verzadiging, wat ze tot die tijd bijna nooit hebben gekend, wat in mijn geval ook zo is. Ja. En dat we dus een bepaalde afspiegeling van hebben. Toevallig zag ik wel pas iemand die stelde een vraag in de Facebookgroep waar ik zat van wat voor bloedgroep iedereen heeft. Want dat Ja. zegt ook iets. Ik ben dan O positief. Nou ja, er is ook zo'n boek dat heet Het Bloedgroep Dieet. Misschien heb je dat ooit gelezen. Mensen met O positief zijn dus ook de typische rood vlees vet types. Misschien dat ik kan eens kijken of hij daar al iets meer Ja, zicht op dat zijn heeft. leuke dingen. Ja. Ja. En wat ik dus heb geleerd en hoe ik dat altijd hongergevoel heb Ja. opgelost, daar zit een fysieke kant aan, maar ook een spirituele kant aan. Volgens Ja. mij krijg je ook echt een gevoel van vervulling en voldoening als je dus echt gaat leven en je taak hier gaat vervullen. Ja. Dus als je echt niet meer probeert te voldoen aan de verwachting van een ander, maar echt gaat, ja, kiezen voor voldoening. Dat is de spirituele, Ja. emotionele kant. En de andere kant is, wat ik heb geleerd, is dat er in je maag allemaal receptoren zitten. Receptoren voor vitamine C, nou ja, voor alle vitamine, Ja. mineralen en voor wateroplosbare vezels. Dat vind ik dan ook zo interessant, want die krijg jij nauwelijks binnen. Dus ik ben Klopt. ook heel nieuwsgierig hoe je ontlasting eruit Ja. ziet. Gaan we zo, ik Ja. schrijf hem even Ja. op. En wat er dus bij mij gebeurde, want een hele belangrijke en grote emmer is de emmer voor vitamine C. En granen, pindakaas, hè, dus brood met pindakaas. Ja, je kunt er 2 broden op gaan eten, 5 potten pindakaas. Maar die emmer van vitamine C, die raakt niet vol, want dat zit daar niet in. Met als gevolg dat er dus geen signaal naar je hersenen gaat van, jongens, al het gereedschap is binnen, we kunnen weer andere leuke dingen gaan Ja. doen, het eten is klaar. Maar sinds ik dus fruit, hè, veel groene Ja. smoothies, veel fruit en veel groene smoothies, daar komt het eigenlijk op neer, veel fruit, veel groene smoothies, heb ik dus helemaal dat er na een maaltijd, weet je, ik eet lekker en dan is het klaar.
Okay. Dan is het klaar. Terwijl vroeger, weet je, dat knagende gevoel. Ja. En dat ervaar jij dus nu blijkbaar ook. Ja. Van eten en dan is het klaar. Klopt, ga ik weer leuke dingen doen. En dan ben ik er ook niet meer mee bezig. Ja. Terwijl vroeger was er dan nog heel veel headspace wat... Zal ik nog iets eten? Nog eventjes dit? Ja. Nog even dat? Nee, moet ik eigenlijk niet doen. Bla, 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 bla. Ja. Ik eet nu 2 rundervinken en dan zit ik vol. Oh ja, ja. En dat is echt heel fijn. Heerlijk, ja. Ja, ja. Maar dat effect heb jij dus na een groene smoothie. Ja. Ja. Oh, dat is heel grappig. Ja. Oké. En het kan dus zijn dat jij die rund dat groen voor je laat eten. Mm-hmm, ja. En dat je het zo indirect binnenkrijgt. Dat denk dat ik wel. Eigenlijk dat groen fijn laat maken door de blender en het zo binnenkrijg. Ja. Goed, dan zijn wel 2 hele verschillende routes. Ik denk dat die een ander effect hebben op ons lichaam. Dus de blender, die doet er iets anders mee, die maakt het ook fijn, dan de koe, die er zeg maar door het viermagen laat gaan, het in zijn vlees en zo. Dus misschien werkt het uiteindelijk hetzelfde, want het gaat misschien wel om dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen, maar ik denk dat het wel een hele andere route is en ook op je lichaam wel een ander effect heeft. Maar ja, wie zal het zeggen? Ja. Ontlasting. Ja. Wat voor mij een groot verschil is, als ik kijk naar vroeger, ik heb heel veel last gehad van obstipatie altijd. Maar op een gegeven moment had ik wel een soort van regelmatige stoelgang, 1 keer per dag, 's ochtends, soms 1 keer per 2 dagen, af en toe 1 keer per 3 dagen en dat werd dan weer een beetje vervelend. Nu is het denk ik maximaal 2 keer per week. Er is gewoon veel minder ontlasting. Het is ook zo gebeurd. Dus dat is ook een soort minder groot onderdeel in mijn leven geworden, zeg maar. Want het gebeurt gewoon veel minder vaak. Het is er wel ook zo uit. Dus ik heb geen problemen daarmee. Maar er is gewoon veel minder. Alsof mijn lichaam alles gebruikt wat het binnenkrijgt. Dus dat is wat ik... Ja, wat is jouw reactie en jouw ervaring hiermee? Nou ja... Wat ik heb geleerd van de onderzoeken, en dat zie ik, ik probeer altijd onderzoeken met veel bewijskracht. Daar lees ik in terug dat de grootte en de hoeveelheid van je ontlasting eigenlijk recht evenredig staat aan je gezondheid, ook op lange termijn. Dus weinig poepen en weinig ontlasting is wat ik geleerd heb, zeg maar, een ongezond teken. Dus, Weet je waarom dat is? Nou ja, dat niet precies. Ik kan het wel gaan invullen. Ik denk dat het te maken heeft met... want wat ik heb geleerd is bijvoorbeeld dat vlees, dat ongeveer wel 72 uur nodig heeft. En dat komt ook ongeveer neer met overeen met wat jij zegt. Ja. 1 keer in de 3 dagen poepen. Mm-hmm. Dus dat zijn die twee... Nee, dat is iets langer. 48. Maar het maakt niet uit, want als ik iedere dag vlees eet, dan zou ik ook iedere dag stoelgang kunnen hebben. Alleen zou het dan van die 3 dagen daarvoor kunnen zijn. Dus op zich vind ik... Ga deze vergelijking denk ik niet helemaal. Nee, oké, maar ik ben wel nieuwsgierig. Want even kijken, mijn punt was dat ik dus geleerd heb dat veel en vaak en grote ontlasting hebben, dat een gezond teken is. En als je ook echt kijkt naar paleopoep, dan zien we dus ook dat heel veel en grote ontlasting was van de mensen. En dat kan op niks anders duiden dan dat ze veel vezels hebben gegeten. En wat ik ook heb geleerd is dat die vezels als het ware weer sponsjes zijn en dat die zich binden aan afvalstoffen, hè, en dat je daardoor een schoon lichaam houdt. Ja. Wat ik ook heel interessant vind is, stel je voor, we nemen dat rundervinkje, bak jij hem of eet je het rauw? Allebei. Oké. En we zouden dat daar 72 uur neerleggen, is het dan nog aantrekkelijk voor jou om te eten? Of gaat dat helemaal bijna weglopen? Als ik een rundervink 72 uur voor mijn neus neerleg. Dus dat zie ik dan zo buiten de koelkast een beetje zo half vergaan. En gaat een beetje stinken. Nee, dat zou ik niet zo graag meer eten. Nee, en dat vind ik dan ook zo altijd zo interessant. Want ook bijvoorbeeld het eten van organen. Dan moet dat echt direct gebeuren. Want... Klopt. En dat is denk ik ook wat veel mensen binnen die hele carnivore manier van eten doen. Als je kijkt naar vroeger. Er werd een dier gevangen. Ja. Dat moest meteen worden gegeten. Dus je eet op dat moment veel. Ja. En daarna eet je weer 48 uur niks. Nee, precies. Of je eet, net als een tijger of een leeuw. Ja, dus je eet dan gewoon 1 maaltijd per dag. Soms 2, een beetje afhankelijk van wat voor ritme je hebt, wat voor leven je hebt. En dus dat voelt voor mij redelijk natuurlijk en logisch. Ja, en vandaag de dag denk ik van...
Heel veel mensen maken natuurlijk, pakken zelf niet meer hun dier. En dus dan moeten we wel een ingenieus koelkastsysteem hebben. Ja. Hè? Dus waar ik wel, dat vind ik wel grappig, het gaat hier niet om wel eens niet te zo, maar nee. Ik probeer ook altijd, net als wat jij doet, een beetje zo logisch te beredeneren. Ja. Hoe zou dat dan vroeger zijn gegaan? En dan denk ik heel vaak van, oeh, die organen, dat moet dan direct gebeuren. Want als je ziet hoeveel mensen er op jaarbasis in het ziekenhuis komen om in verband met voedselvergiftiging, omdat ze dus vlees hebben gegeten wat net te lang buiten de koelkast heeft gelegen. Dat is bizar, hè? Dat zijn veel meer dan corona bijvoorbeeld. Okay. Dus dan denk ik wel eens, ons maag, ons maagzuur is eigenlijk te zwak om die, hè, een hond die kan uit de sloot drinken en die kan een gans opvreten die daar al een week ligt te rijpen en te rotten. Ja. En dan is hij nog steeds helemaal oké, terwijl wij als mens, wij worden daar ziek van. Ja. Dus, zou ons systeem te zwak zijn geworden? Ja, dat is interessant, ja. Maar dat we biologisch misschien wel daartoe in staat waren? Ja. Ja, ik betwijfel dat. Ik betwijfel dat. Ik denk dat het een te risicovolle onderneming is. En het veel te veel energie kost ten opzichte van wat het oplevert om te gaan jagen. En je ziet ook altijd bij die oude volken, de jonge jongens, de avonturiers die zich anders vervelen, die gaan voor de fun een beetje jagen. En die vrouwen, die zitten uiteindelijk 80-90% van de calorieën bij elkaar te scharrelen. Door aardappelen uit te graven en besjes te zoeken en fruit te dingen. Dus dan, ja, ik denk dat het, dat het kosten baten, dat dat niet uit kan om op een dieren te gaan jagen. Ja. Kijk, als je even een geweer hebt, of weet ik veel, je kan even een grote koe zo nu heel makkelijk even omleggen. Ja. Dan kan het misschien. Mm-hmm. En je hebt dan vervolgens een goed koelkastsysteem. Maar ja, ik vind het ook altijd zo fascinerend dat een konijntje vangen is al best wel moeilijk. Mm-hmm. En dat kost al best wel veel energie. Als je dat, je moet het of met een groep gaan doen, of honden moeten erbij zijn, of je moet toch een geweer hebben. Ja, en dan is het al best wel lastig. Dan denk ik altijd, nee, dat kan niet uit. Dat hou je niet vol. Ja, ja. Oké, nou, ik vond het beeld wat je net schetste wel grappig van, ja, mannen die gingen voor de fun een beetje jagen. En de vrouw die scharrelde alle calorieën bij elkaar. Ja. Dat is dus een heel ander beeld dan dat ik heb. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat vrouwen ook een hele belangrijke rol hadden in het bij elkaar scharrelen van calorieën. Maar dat dat gejaag van die mannen ook echt nodig was, zeg maar. En ook echt voor een heel groot gedeelte zorgde voor voedsel en vlees en dat soort dingen. Dus het is maar net, wat voor plaatje heb je in je hoofd wat jouw idee bevestigt, waarin wij dus een beetje verschillen en dus ook een ander plaatje hebben. Ja. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Je hoort nowadays ook wel vaak de term koolhydratenverslaving. Mensen die echt wel worstelen met suiker. En of het nou fruitsuikers zijn of dat het snoep en allemaal processed food is. Mm-hmm. Wat voor beeld heb je daarbij als je kijkt naar jouw manier van eten? Nou, ik denk dus dat het ergens normaal. Ja, potverdorie. Ik denk dat het. Ik zit de hele tijd met dat prana in mijn achterhoofd. Okay. Want misschien back in the days denk ik eigenlijk dat we misschien wel fruit aten. Gewoon voor de lekker en de. En dat het was en dat er, we verder gewoon leefden van zonlicht. Dan gaan we een stapje verder en dan wordt het misschien wel aan ons DNA geknutseld, wie zal het zeggen. En dan wordt het op een gegeven moment ook belangrijk om te gaan eten, nog meer te gaan eten. Maar jouw vraag is, kijk, als ik even kijk naar ons ontwerp, dan denk ik dat we een koolhydratenverbrandingsmachine zijn. En dat het dus ook niet gek is dat jij op een gegeven moment een kalm, maar toch een intrinsieke motivatie krijgt om weer op zoek te gaan naar nieuw fruit. Mm-hmm. Omdat je dat dus nodig hebt. Mm-hmm. Dus de behoefte hebben aan een lekkere mango of een tros bananen of wat dadels. Of dat, ik denk dat dat natuurlijk is en normaal. Okay. Ik blijf zelf wel verre van junkfood en al dat geprocessed voedsel. En
Want ik denk dat dat onnatuurlijk is en onnatuurlijke reacties in je lichaam opwekt. En dat dat, ja, dat de balans, de natuurlijke balans, ja, sowieso verstoort. Mm-hmm. Dus ja, koolhydratenverslaving. Ik ben dan ook altijd wel benieuwd of ze dan echt uiteindelijk nog zoveel koolhydraten eten. Want wat ik heel veel zie gebeuren is dat mensen eigenlijk veel te veel vet eten. Dat denk ik dan, hè? Ja, ja. Vanuit ja, mijn... en dat dat ja, de hele hormonale balans in je lichaam verstoort. En ook de celstofwisseling aantast. Ja. En dan, ja... dan... Jij denkt dat dat door vetten... Want ik heb dus helemaal het idee dat doordat ik zo weinig vetten altijd in mijn leven heb gegeten... Ja. Mijn hele hormoonhuishouding echt verstoord is geraakt. En ook verkeerde vetten, dus pindakaas en olijfolie, weet ik veel wat, ja, voor vetten. Ja. En dat ik door nu op de juiste manier vetten te eten, dat dat weer hersteld kan worden. Oké. Ja. Maar dat is nog een experiment hoor, maar ja. Ja. Ja, ik... Nee, ik heb een hele andere idee over. Ja, ik heb een hele andere idee over. Ik zie ook mensen, hè, ik heb ook meiden, die komen bij mij echt met hormonale klachten. Yeah. Nou, het eerste wat we doen is drastisch het vet naar beneden. Yeah. En veel fruit, veel bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier. En je ziet ze echt binnen no time opknappen. Yeah. En als het HB een beetje aan de lage kant is, dan hebben we daar ook onze kruiden en supplementen voor om dat op te krikken. Ja, zie ik mooie resultaten mee. Mm-hmm, ja. En dus ik ben ook wel nieuwsgierig wat je HB dan nu is. Ja. En wat er dan met je... Snap ik, ik ook wel. Huishouding. Hoe, weet je hoe ik dat kan meten? En, ja hoor, gewoon een bloedonderzoek. Met een simpel bloedonderzoek kun je al best wel veel... Kun je dingen als HB en zo wel goed meten. En wat ik nou, omdat ik ook wel een theorie heb, dat je dus, heb je het idee dat je nu wel al een cyclus hebt? Ja. Oké, dus je hebt wel een cyclus, geen bloedverlies. Ja, dat idee heb ik. Ik ben nu met temperaturen aan het ontdekken, ben ik nu 2 maanden mee bezig, dus dat is nog, ja, ik wil moet iets langer even, onderweg zijn om dat echt goed een beeld van te krijgen. Ja. Maar ik denk dus ook dat er best wel veel vrouwen zijn, wel een cyclus, geen bloedverlies. Mm-hmm. Ik heb wel altijd veel bloedverlies, of veel. Ik heb wel altijd bloedverlies gehad. Heb dat. Ik zit nog eventjes met zwangeren. Ja. Mm-hmm, yeah. En ik heb ook wel eens gekeken van, is dat nou per se noodzakelijk? En waarom heb ik dat? Maar blijkbaar heeft mijn lichaam dat toch nodig gehad om of overtollig ijzer of afvalstoffen af te voeren. Yeah. Want ik zie nog niet helemaal het biologische nut van iedere maand bloedverliezen. Yeah. Dus... en hoe doe je dat dan ook in de natuur zonder maandverband, tampons, cupjes? Klopt. Dus dat vind ik wel interessant. En daar ben ik nog niet helemaal... Ik heb daar nog niet dat ik denk... Oh, ik snap het. Ja. Ja. Ik weet dat vanuit het Taoïsme... ik heb er wel eens een cursus in gevolgd. En daar was het ook best wel normaal of helemaal geaccepteerd dat vrouwen niet bloeden, wel een cyclus hebben. Ja. En hoe meer je in tune komt met je eigen... Ook seksuele energie en heel die vrouwelijke energiestroom. En ja, ik kan nu allemaal niet meer de juiste woorden daarvoor hebben. Maar het was helemaal oké om niet te bloeden. Ja. Maar wel gewoon je cyclus te voelen en daarin mee te gaan ook met je leven. Ja. Dus ja, ik snap wel je gedachtes daarover. Ja. Dus hoe dat precies zit. Toen heb ik ook geprobeerd van, nou weet je wat, ik ga gewoon helemaal geen ijzer meer suppleren. En dan... Want misschien heb ik wel te veel. Maar dat werkte ook niet. Het bleef ook gewoon. Ja. En toen zakte mijn HB wel vervolgens. Mm-hmm. Dus dat is voor mij echt nog een puzzelstukje. Waar ik nog geen... Die ligt nog niet op de juiste plek voor mij. Daar wil ik nog wel graag meer over leren. Okay. Dus hoe dat precies zit. Ja. En, want ik zit er ook wel eens aan te denken. Van vandaag de dag krijgen wij... Hè, ik was 34 toen ik Doutzen kreeg. Maar mm-hmm. misschien... had je vroeger wel al op je 15e je eerste kind. Mm-hmm. He, dus zodra jij een beetje interesse begon te krijgen voor de jongens in de groep, of weet ik veel wat, dat je dan ook al best wel snel zwanger was. Maar ik snap het. Daar ben ik nog niet over uit hoe dat zit. Dus als iemand luistert en die zegt, oh, daar heb ik wel een leuke theorie over. Welkom. Ja, inderdaad. Wil ik dan meer over leren. Ja. Even kijken.
Een vraag die een van mijn volgers ook stelde. Heb jij ooit gehoord van Sean Baker? Hij is een hele bekende carnivore, dus eet alleen maar vlees. En die heeft, weet ik hoe vaak, het wereldrecord indoor roeien gebroken. Oh, oké. Okay. Ja, grappig. 500 meter, toch? Sprinter. Ja. Nee? Nee, ik weet het niet precies. Ik denk dat... het voor, nou ja, als je Game Changers ook ziet, wat er natuurlijk een beetje een Amerikaans sausje overheen zit, maar verder vind ik wel een leuke docu is, dan lijkt het voor veel sporters wel heel interessant te zijn om meer fruit en planten te gaan eten. Ook omdat die heel rijk zijn aan mineralen. Mm-hmm. En mineralen heb je nodig om zuren af te breken. En hoe sneller je natuurlijk je verzuring van de vorige training ongedaan kunt maken, hoe eerder je weer kunt trainen, hoe sneller je die spier weer een prikkel kunt geven. Dus vanuit dat lijkt het erop dat het wel interessant kan zijn om veel meer fruit en planten te eten. Maar ik ken hem niet en hij blijkt dus heel veel organen en spiervezel te eten en ook heel hard te kunnen roeien. Nou, hij is berensterker ook. Maar ja, net als jij. Dus misschien zit het hem daar wel niet in. Ja, ja, ik vind het wel interessant wat jij nog zegt. Dat jij zo... dat er dan dus misschien drie types zijn. En dat wij... ik heb altijd het idee van... We zijn allemaal koeien. Maar ja, dan allemaal homo sapiens. Ja, ja. En dat we allemaal... dat we allemaal een ontwerp hebben gemaakt voor fruit en planten. Maar dat is eigenlijk lastig om dat gesprek te hebben. Want zoals ik eet, heb jij nog niet helemaal gegeten. Klopt. Dus dat weten we niet precies. En zoals ik eet, heb jij nog niet helemaal gegeten. Nee, ik heb vroeger wel erg veel vlees en vis en kaas en zuivel en alles gegeten. Wat ik dan voor de grap altijd zeg, God verboden heeft. Maar dat was het. Maar ja, ook veel brood en pindakaas. Dus misschien zaten er bij mij en ook veel zuivel. Ook te veel stoorfactors in. En, dus nee, ik heb nog nooit als een carnivore geleefd. Dus, ik denk dat we allebei een upgrade hebben gemaakt. Ja, ten opzichte van onszelf. Ja. Dat sowieso. En dat misschien iedereen een eigen upgrade heeft. Zeg maar, dat er, geen één upgrade is. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja. En wat ik ook... ik ben altijd, mensen zeggen dan, je moet die persoon strenger aanpakken en dit en dat. En daar ben ik absoluut niet van. Hè? Ik zat bijvoorbeeld afgelopen week hier met Arie. En Arie voelt zich ook erg prettig om af en toe rauwe zuivel te eten. Mm-hmm. En wat vlees te eten en dit en dat. En ja, weet je, ik ben blij dat hij zich goed voelt. En ik ben voor mezelf blij dat ik een weg heb gevonden... en daarom noem ik het ook win-win, wat zo min mogelijk in mijn ogen onnodig leed veroorzaakt. En daar ben ik dan ook weer heel blij voor. En wat ik altijd, en ik heb het idee dat het universum wel een beetje zo werkt, je wordt wel aangetrokken en die kant ga je wel op die bij jou past en bij jou hoort. En ik geloof ook niet dat er één route is. Loop ook lekker je eigen route, ontdek dat. En als ik zie wat ik ook allemaal heb gedaan en afgestruind heb om te komen waar ik dan nu ben. En ik geloof echt ook niet dat dit een eindpunt is. Al ben ik nu wel best wel lang, ga ik hier nu zo lekker op. Okay. Dat ik. Eén vraag hierover. Ja. Dat hele leven op prana. Ja. Dat, ik zie jou daarop reageren. Ja. Is daar in jou ook een soort nieuwsgierigheid naar? Ja. Ja. En ook weer niet, want het is al 10 jaar op mijn pad. Okay. Ik heb 10 jaar geleden ook al die boeken gelezen van Jasmine en Ganga ken ik ook al meer dan 10 jaar. Het is al heel dicht, lang en dicht is het bij me. En ik vind het iedere keer opnieuw fascinerend en heel interessant. Ook om, goed. Maar ik vertrouw er heel erg op dat, van Elmer zul je dat ook geleerd hebben, Elmer Hendricks. Van ook ontspannen en kijken wat wil het leven van mij. In plaats van wat wil ik van het leven. Zeker, ja. En als het leven dat van mij wil, dat ik dat op een gegeven moment ook door ga geven of ga ervaren of weet ik veel wat, dan komt dat wel. En dan zal ik die signalen ongetwijfeld gewoon op mijn pad krijgen. Ja, klopt. Want als ik nu kijk naar de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt op het gebied van voeding,
heb ik zo al mijn overtuigingen overboord moeten gooien. Het ging zo tegen alles in wat ik dacht dat gezond was. Wat ik dacht dat goed voor het milieu was. Wat ik dacht dat zou bijdragen aan dierenwelzijn. Alles ging er tegen in. En toch voel ik dat ik dit moet doen. Daarom heb ik deze podcast ook gestart. Want dit verhaal hoor je nooit. Niemand eet op deze manier. En je hoort altijd alleen maar de beweging de andere kant op. We krijgen zo meteen een vleestaks. En ik heb echt zoiets van, hè? Dat mag niet gebeuren, zeg maar. Of ja, eigenlijk nog niet eens dat. Het is meer dat ik gewoon heel graag dit verhaal wil delen. Om te laten zien dat er allebei is. Daarom vind ik het ook zo leuk om nu met jou in gesprek te gaan. Want er is dus allebei. En thriven is dus mogelijk op allebei de manieren, blijkbaar. Ja. Nou ja, en dat is misschien wel de paradox van de dualiteit hier op aarde. En daar zit ook de magie. Ja. En als je daar bovenuit kunt stijgen, hè, want het ego, daar hadden we het in het begin ook even over. Het ego denkt de hele tijd dat het bij macht is om te bepalen van dit is goed en dat is fout. Ja. En dit is mooi en dat is lelijk. En dit was goed dat het gebeurde en dat was slecht dat het gebeurde. Klopt. Ja. En ja, ik vraag me af of we dat kunnen. Dat kunnen we misschien eenmaal dood en dan terug in de sfeer. En kunnen we misschien daar iets van iets op terugblikken. Maar ja, hier op aarde weet ik niet. Nee. Ik vind het leuk om dat ik nu deze kant heb ontdekt. En dat het mij zo goed doet. En dat de mensen die zich daar tot aangetrokken voelen het ook goed doet. En dat vind ik leuk. En maar misschien is jouw ritje hier wel op aarde om helemaal die andere kant te ontdekken en te zien. En dat kan ook zomaar. Ja. Het is waarschijnlijk zo als ik zie. In ieder geval voor nu. Ja, voor nu in ieder geval. Ja, precies. Ik zit er ook wel eens over na te denken van zou ik ooit nog. Maar ik merk ook wel dat ethische aspect. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jij dat dan doet. Mm-hmm. Dat telt bij mij altijd zo zwaar. Okay. Ja. Dan heb ik een vraag. Hoeveel impact... Dicht bij je microfoon, anders horen we het straks ook niet. Hoeveel impact denk jij dat, zeg maar, al die maisvelden, al die plantaardige bebouwing die we nodig hebben om op een plantaardige manier te eten, want dan moeten we ook veel eten, wat daarvan is op de bodemkwaliteit bijvoorbeeld? Vreselijk. En ook al die dieren die in die machines verdwijnen, die zeg maar dan aan het oogsten zijn. Ja. Water gebruiken daarvoor, maar ook vooral pesticiden. Al die insecten die daardoor verdwijnen en zo. Dus, Nou, volgens mij is niemand een voorstander van die monoculturen waar jij het nu over hebt. Maar als je gaat kijken en simpel gaat rekenen hoeveel eiwit er in een dier moet, om daar vervolgens weer een bepaalde hoeveelheid eiwit uit te krijgen, dan is het veel slimmer als we met z'n allen, hè, want de gros van de koeien eet niet gras, maar eet mais en soja. En volgens mij 95 of 98% van de Amazone wordt niet gekapt voor de sojaburger van de veganist, maar wordt gekapt als diervoeder, voor diervoeder. Dus die berekeningen die laat ik ook allemaal in mijn boek, laat ik dat allemaal zien, dat... ik ben geen voorstander van monoculturen en ik ben ook geen voorstander van al die akkers die maar jaar in, jaar uit voor de drie populaire gewassen, soja, mais en tarwe, helemaal worden uitgeput. Volgens mij is het voor alles en iedereen beter als we richting permacultuur en richting voedselbossen en zo gaan. Maar als we dan even gaan rekenen hoeveel voetbalvelden aan landbouwgrond een vleeseter nodig heeft en hoeveel voetbalvelden aan landbouwgrond een veganist nodig heeft, dan is dat wel heel, heel, heel ver in het voordeel van de veganist. Okay. Dus, daar weet ik niet wat ik daar dan tegen in moet brengen. Ik ken die berekeningen niet. Dus, heb je mijn boek? Nee. Oké, dan heb je straks een cadeautje. Oké, dankjewel. Daar staan ze allemaal in. Alleen... ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het vertrouwen in al dat soort berekeningen wel wat ben kwijtgeraakt. Ik zie ook hoeveel bias er is binnen de wetenschap, wat door wat wordt gefinancierd, hoe die geldstromen lopen. En dat zie je binnen voedselindustrie, dat zie je binnen pharma en dat zie je, ik denk, eigenlijk bijna overal. Dus ik weet niet goed meer wat ik moet geloven. Nee.
Daarbij... Dat is ook precies de bedoeling, hè? Ja, dat is de bedoeling. Maar, en daarbij, als ik gewoon mijn gezond verstand gebruik, als ik kijk naar een koe die in een wei loopt, dus dan heb ik het niet over die helemaal volgestopt wordt met allerlei sojaproducten en vervolgens krachtvoer en vervolgens, en het, waarbij het kalfje binnen een paar uur bij de moeder wordt weggehaald en vervolgens in een of andere bio-industrie schuur wordt gezet. Daar heb ik het niet over. Daar heb ik heel erg veel moeite mee. Alleen als ik een koe gewoon op een land zie lopen, kalfje erbij, zeg maar, die poept ook weer op het gras, drinkt uit de sloot, die is zo onderdeel van die natuurlijke kringloop. En daarin zie ik dus ook een soort plekje voor de mens waarin ik dat vlees eet, waarin dat een soort balans kan zijn. En misschien passen daar ook wel wat groentes bij en wat planten bij, wat op een permacultuur manier wordt geproduceerd. Maar daar, en ja, ik ben dat perspectief van ik mag geen dier eten, want ik sta boven die kringloop, dat ben ik een beetje kwijtgeraakt. Oh, grappig vind ik dit, want ik heb zoiets van, juist door vlees te gaan eten, zet je jezelf boven die kringloop. Grappig, heb ik letterlijk een praatje van in mijn boek. Okay. En ik denk juist door fruit en planten te eten, en maak je jezelf juist weer onderdeel van de natuur. Dus dat is ook wel grappig. Ja. Dat, ja. En dan hoor ik heel vaak, hè, want ik volg natuurlijk ook allemaal mensen die helemaal carnivoren. En denk ik, we zijn het op zoveel punten eigenlijk helemaal eens. Maar ik connect die dot zo anders dan dat jij doet. Waardoor ons gedrag zo radicaal anders lijkt. Ja. Terwijl als we met elkaar praten, zijn we voorstander van dezelfde dingen. Geloven we in dezelfde dingen. Willen we natuurlijk ons beiden ook goed voelen. En dat vind ik ook, dat is, maar volgens mij is dat bijna ook het doel van hier op aarde zijn. Mm-hmm. Dat die tegenstellingen en daar de paradox van, dat als je dat kunt inzien en daar je over kunt verwonderen, dat je dan... Dat mag bestaan. Dat jij helemaal jouw ding mag doen, dat ik helemaal mijn ding kan doen, dat het helemaal oké kan zijn, want dit is blijkbaar de route die er is en de tegenstellingen zijn en de waarheid hebben we niet. Nee, dus dat... leuk, interessant. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, onderwerpen waarvan je zegt, die wil ik eigenlijk in dit licht ook nog graag even aanstippen? Nee, we hebben best wel veel besproken. Ja. Leuk. En dank je wel voor je vragen, je interesse en je voorbereiding. Die had ik niet. Want dat we hier nu ook even mijn camera's aan zouden zetten, was ook niet het idee. Maar het popt ineens in me op. Ja. Omdat ik denk dat dit, dit voor best wel veel mensen waardevol kan zijn. Dus, dankjewel. En jij ook onwijs bedankt. Ja, leuk. Dus mooi. Laten we hem afsluiten. Ja. Top. Hey jij daar, superleuk dat je hebt geluisterd en zelfs misschien wel gekeken. Zoals je merkt heb ik tijdens dit gesprek niet het mes tussen de tanden. En ik heb daar bewust voor gekozen. Tja, ik heb erover nagedacht. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Ja, het voelde voor mij niet als het moment om te gaan bellen snietissen over wie hier nou gelijk heeft. Kijk, je weet hoe ik erin sta. Ik denk dat een goede oplossing er altijd eentje is waarbij er niemand verliest. En dat een goede oplossing altijd win-win is. En is iets niet win-win, dan denk ik altijd dat je het probleem niet hebt opgelost, maar zelfs misschien wel groter hebt gemaakt. Maar goed, wie ben ik? En wie zegt dat die filosofie het is? Ik voel me daar wel heel erg prettig bij. Voor jou nogmaals heel erg dankjewel voor het luisteren. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Dan kun je naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek waar je het boek De Eiwitleugen vindt. En het leuke is, in De Eiwitleugen ga ik wel op iedere argument, drogreden, hoe je het ook maar wil noemen, in die we tijdens dit gesprek bespreken. Dus wil je goed beslagen te ijs komen en jezelf voorzien van hopelijk de allerbeste onderbouwde theorieën, lees dan het boek De Eiwitleugen. Yes, dankjewel en heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld,
Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.